Deze beschouwing die gaat over de vrijmetselarij. En dan naar aanleiding van een reactie die ik heb gekregen van TK Media Official. Of Media Official. Dat is een uh, kritische uh, kijkeraar. Een man of een vrouw, dat weet ik niet. Is ook niet belangrijk natuurlijk. Behalve als je het over vrijmetselaars hebt, want daar mogen alleen maar mannen bij. <laughs> Dan heb je denk ik ook gelijk uh, het enige leuke aan de vrijmetselarij heb je gehad. Ja. Want uh, wat is het nou nog meer? Ja, de, de vrijmetselaars uh, zitten overal achter. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik, ik heb dat. Ik heb dat ook nooit gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Het werd wel aan alle kanten geïnsinueerd. Ik die, vanaf 2005, 2006. kwam ik achter die. Uh, de, de samensweringsverhalen. Uh, en. Ja, de conclusie na al die jaren is van dat, dat die verhalen stuk voor stuk kloppen. In de zin dat er samensweringen zijn. Maar denk je dan aan een overkoepelend orgaan daarachter. Ja, dan kom je uit bij de, de universele kerk. De kerk die geen zusterkerken duldt. Uh, kortom, de baas van al het gelovige gebeuren op deze wereld. Oftewel de Antichrist. Oftewel, ja, de universele kerk. Ik, ik heb het al gezegd, hè. het woord universeel op zijn Grieks betekent. Uh, is op zijn Grieks vertaald is dat Katholiki. Look it up, translate.google.com. En dan kan je het zelf uh, zien. Doe je universeel aan de ene kant, Nederlands. en dan Grieks aan de andere kant. Kijk, Katholiki. Ja, het is de katholieke kerk al heel lang. Zo is dat. En van de vrijmetselaars wordt gezegd dat zij een pak zijn. Van de, van, de, van de katholieke kerk. En dan te weten de protestantentak. <laughs> Meest muilend wordt dat dan gezegd. Het is zeg maar een beheerste, een gecontroleerde, of een bestuurde, dat is denk ik het correcte woord, een, een oppositie van de katholieke kerk, maar die wordt gestuurd. Net als dat wij hier in Nederland, we hebben Geert Wilders en die is dan anti-anti uh, dinges. Uh, ja. Maar uh, uh, Geert Wilders die, die piest geen centimeter uh, buiten de pot. Dus dat is een oppositie uh, die staat volledig onder bestuur. Het Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie, hetzelfde verhaal. Ik wil die mensen die uh, op die mensen hun hoop gevestigd hebben, niet alle hoop ontnemen. Maar als jij je hoop stelt op Thierry Baudet, dan kan je lang wachten voordat meneer Baudet zijn hoop uh, komt invullen. Gecontroleerde oppositie, bestuurde oppositie. En dat geldt dan ook voor de vrijmetselarij. Dat is dan zogenaamd. Uh, word je geëxcommuniceerd. als je lid bent van een vrijmetselaarsloosje. En dan mag je geen katholiek meer zijn. Vroeger was men daar heel strikt in. Maar ah, dat is helemaal niet meer zo. En heel frappant: de leider van de Beierse Illuminati. de stichter daarvan. Adam Weishaupt. En die heeft die club gesticht ergens aan het einde van de 18e eeuw. Een Adam Weishaupt was docent aan de Universiteit van Ingolstadt. En daar doseerde hij kanoniek recht. En Ingolstadt is een. Dat ligt ergens zo in Zuid-Duitsland. Even voor de zekerheid erbij pakken, maar ik weet haast wel zeker. Maps. En dan heb je Ingolstadt, In Ingolstadt, Germany, en waar liggen we dan? Ja, ook. ja, er ligt iets van. 200 kilometer maximaal boven Oostenrijk, dus het, het zuiden. Het ligt lager dan uh, Luxemburg. Nou, dan weet je het wel. Dit is uh, heel zuidelijk. En het zuiden van Duitsland is katholiek. Al heel lang. Ingolstad is een katholieke universiteit. En kanoniek recht, dat is uh, het rechtssysteem van de katholieken. En een kanon, dat betekent toch ook algemeen geaccepteerd of zo. Erbij pakken. Het gaat om de, 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 de Kanon. Dus een beetje lesgeven. Kanon en dan etymologie. Die je kan je zelf ook. Al. Etymologie. Op wat betekent dat? Oh ja, richtsnoer. Maatstaf. Ja. <laughs> ja. Ja, kanoniek recht, dat is dus de, het richtsnoer of de maatstaf van het recht. En dat is katholiek. En Adam Weishaupt, Weishaupt, die doseerde dat. Dus tja. En dan weet je wel hoe laat het is En dan sticht hij dan die uh, Beiers Illuminati uh, en wat hebben die bijeraars, hebben dat als eerste gedaan, ze hebben de Franse revolutie uh, aangesticht. Want dan denkt iedereen, de Franse revolutie, er was een opstand van het volk tegen de aristocratie. Mm, nou, nou, een beetje korter de bocht hoor. Nee, dat is uh, aangeslingerd. En met die dingen als hè, vrijheid, uh, vrijheid, gelijkheid. <laughs> gaan we al een broederschap. Een socialistische principes. En een socialisme, communisme, fascisme. De, ja, die staatsvormen hebben allen tot doel om een kleine groep. In het zadel te helpen en te houden. De kleine groep achter de schermen en dan ons duidelijk maken dat, uh, ja, dat het allemaal wel goed zit. Er is niets aan de hand allemaal doorlopen mensen. Ik ben langs geweest bij de Vrijmetselaars. ...op een open avond. Dus het is ook helemaal niet geheim, bijvoorbeeld. Dat kan je lekker vergeten. Ik ben op een open avond geweest hier in de buurt van Velp. En dat was wel informatief. En op de avond zelf kon je gelijk lid worden... Er werd ook naar mij gevraagd of ik een visitekaartje bij me had. Dus een, een businesscard. Nou, dat had ik niet. En dan kon je dus. De, maar dat maakte niet uit, want dan moest je je naam en alles. En, moest je invullen op een soort kartonnetje. En toen vroeg ik nog aan die man: van, uh, Hoe kan ik me afmelden? Hoe zit het, dit is het aanmeldingsprincipe. Moet je je naam opschrijven en een handtekening zetten. En, uh. ik zeg maar, hoe, hoe zit het afmelden dan? Maar toen zei die man, ja, dat kan niet. Dus één keer aanmelden en dan nooit meer afmelden. Waarop ik tegen die man zei van... ...oh, ja, dat is nogal een beslissing die ik dan even moet nemen. Ja. zei daar wil ik dan wel even over nadenken hoor. En later thuis, dagen daarna of zo... ...toen dacht ik, ah, wat zou het eruit maken? Huh, wat kan mij er nou... Uh... Ja, wat kan het me kosten? Ja. Toen heb ik ze een mail gestuurd. Tenminste, op e-mail, op, op internet gekeken, waar je, uh, naar contacten dingen mail. Hè. En naar zo'n e-mailadres wat dan op het web stond, heb ik een mailtje gestuurd van... Uh, ...geachte heren, ik ben bij u langs geweest en op dat moment, uh, heel beleefd allemaal hoor. Ik zei: inmiddels ben ik uh, tot overtuiging gekomen dat ik lid wil worden. En ja. ik stel mij open voor ballotage of zo. Want je wordt nog beoordeeld ook. Je mag niet zomaar lid worden. En dan komen ze bij je langs en, of zoiets. Nou, daar heb ik niks meer op gehoord. En voor mij was de reden om toch lid te worden was niet meer dan zakelijk eigenlijk. Ik dacht ja voor de contacten. Je leert toch mensen kennen met enig prestige of zo. En ja, je weet nooit wat goed voor is. Het dogma van die mensen, dat, nee. ze hebben dan uh, ritualen, en dat, dat zijn toneelstukken, daar hebben ze kostuums bij. En dat wordt dan voorbereid door één iemand en die heet dan de ceremoniemeester, de master of ceremony, de MOC. En die moet precies weten wie waar moet gaan staan en wie moet welke toog aan. En dan werkt ze met kleuren. Ze groen en paars en nou, de beroemde kleuren. Ik heb die dingen niet gezien hoor, maar dat kan je jezelf voorstellen. Ik ben in zo'n tempel geweest. dat was dus bij die open avond. Dat noemen ze dan de werkplaats. met die wit zwarte tegels op de grond. Dus dat klopt. Ze hebben wit zwarte tegels op de grond. <laughs> Ik zei dan tegen zo'n man. Was, uh, we hadden pauze. Van de, de sprekers. Dan liepen dus die, die werkplaats in. En dan kwam er een oudere man die kwam bij me staan: zo van, hey, wat vind jij er allemaal van? Ik zeg: heel leuk man, je hebt hier een Bijbel. Ze zei hij: Nee, dat is geen Bijbel. En ik zo, ja, ga er weg, Dat is wel een Bijbel, man. Nee, nee dat is de Bijbel niet. Dat is Johannes 1, vers 1. Ik zo, oh. En dat handhaven ze dan wel uit de Bijbel. Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het woord, het woord was bij God. En het woord was God. Ik vind het zelf een mooi vers. Nou, de vrijmetselaars ook, die, die vinden dat geweldig. Hadden ze een hele mooie oude, ik denk statenvertaling. Maar echt een dure jongen hoor. Ik heb hier een statenvertaling van 14,50 euro. Een heel eenvoudig boekje. Modern. Wel met landkaarten erin en een woordenregister, dinges, naamsregister. Zo. Oh, en er zitten ook twee bladleggers zitten erin. Dat is wel handig. En een inhoudsopgave dat is ook wel handig. Maar die Bijbel die ze daar hadden liggen. Dat is een hele dure jongen. 30, 40 centimeter breed. En 40, 50 centimeter hoog. En van het oude. Ja, je kent het wel. Oud papier, wat zo leren omwonden. Halve koe die ze eromheen geplakt hadden. Ik neem aan, geen varkensleer, maar wel. Uh, <laughs> uh, flauw, flauw grapje. En ik keek zo in die werkplaats omhoog en er hingen dan van die spotjes. Nou, ik heb in theaters gewerkt. Ik ben in meerdere theaters geweest. Gewoon echt om licht te doen en uh, een geluid. Zo. Dus ik heb er iets verstand, wel een beetje verstand van licht en geluid. En ik keek zo hoe al die spotjes zingen. Ik denk, nou, daar kan je wel wat mee. Veel toplichtjes. En toplichten, dan heb je van die, van die richtspotjes van boven. Ja, daar krijg je hele bijzondere effecten mee. Maak je zo'n een kleine cirkel op de grond en dan moet Min... Nou ja, natuurlijk geen vrouw, maar dan moet Joris moet precies... Onder het spotje gaan staan. En die moet dan zeggen. La 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 Iets in het Hebreeuws of zo. Ze hebben veel te maken hoor. Met de, de Israëli's. Joodse. Hebreeuwse uh, traditie. Johannes de Doper. die neemt een bijzondere plek in volgens mij. En dat gedoe met die Tempel in Jeruzalem. Heb je die. Weet je nou ook alweer, de Hiram of zo? Dat was de architect van die tempel. Ik heb hier nog een. Ik heb hier twee boeken in huis over de vrijmetselarij. Oh, die een heb, nee, die een heb ik weggegooid. Of weggedaan. En die andere, dat was een cadeautje en die heb ik bewaard. Die gaat over de vrijmetselarij, een of de gebouw in Amerika. En anyway, kort samenvattend, los van zoiets als de Beierse Illuminati, opgericht door Adam Weishaupt, die katholiek was. En die club die heeft de Franse Revolutie gesticht. Maar de verbindende factor in die uh, ja revolutionaire, moet je maar zeggen. Dat is niet de vrijmetselarij. Dat, dat, dat is de katholieke kerk. Waarmee eigenlijk de hele vrijmetselarij hiermee gereduceerd is tot een. Ja. Nou, je moet het leuk vinden. Dit, het is een broederschap. Met geheime handdrukken. Dus dan, ja. Als jij bent van de vrijmetselarij. en iemand anders is van de vrijmetselarij. en dan geef je elkaar een knipoog. terwijl je, daar weet ik veel. dan kan je een geheim signaal geven. en de rest van het gezelschap heeft niet in de gaten. dat jij en Gerard van de vrijmetselarij zijn. Ja. Yeah. Ja, yeah, dat is het. En ik had zo'n boek gekocht in Deventer, Dat was in de aanbieding en het ging dus over de vrijmetselarij. En het werd vrij, aan het begin van het boek werd een rituaal uitgelegd. En daarin krijgt dan de novice, degene die dan, die moet ergens doorheen. Een soort ontgroening, wat ze ook wel doen bij uh, studentenvereniging. Dat heb je daar ook. Je wordt in feite vernederd. En, en tijdens die ontgroening, uh, dan, bij dat rituaal dus, krijg je klappen. Krijg je echt een klap op je linkerwang en een klap op je rechterwang en, en dat blijkt dan te gaan, dat refereert aan iets wat gebeurd is ooit in Jeruzalem. met die uh, Ben Hiram. Zo, die, die architect van die tempel. Of, of zijn zoon, ja, zoiets. De zoon van de timmerman, zo, daar gaat het dan om. Ja, ik wil maar zeggen, het zijn verhalen, die zijn. Die zijn, ja, het, zijn het, het is zwaar beladen, het appelleert aan. Gustav Jong zou dat noemen archetype. Ja. En als je dan allemaal in een groepje of zo ben je lid van de vrijmetselarij en dan heb je afgesproken van dat gaan we tegen niemand vertellen, maar wij komen dan iedere donderdag bij elkaar en dan uh, doen we ja dingen. Zo. Ja, je moet het leuk vinden. En ik was een keer op het terras en er zat een man en die man die heeft wel geld volgens mij. Voor de rest komen daar... Dus het Street café in Arnhem. een leuke tent hoor. Ik ben al heel lang niet meer geweest. Maar wel een leuke tent. En nou, ik was er ook. Uh, ik liet mij ontvallen dat ik een christen ben. En hij zo... Een geristen. Nou, mag je ook zeggen. Maakt me niet uit. Ik, zei, ik ben een christen. En... En die man ging er verderop in en die doet even later. Uh, doet hij een stukje van zijn overhemd omhoog. En dan heeft hij een riem om met een, uh, hoe noem je dat? Een belt, bukkelbelt of zo. Hoe weet je nou? Ja, er is een riem en er zit dan aan de voorkant een, een, een sluiting. Dus ding. Hij heeft een ander woord volgens mij. En dat was een uh, hoofdletter G met een uh, zo'n passer en een winkelhaak. En dat was symbool van een vermetselarij. En hij tegen mij zo, knipoog, knipoog, van een notch, notch, wink, wink. Ik ben van de vrijmetselarij, hoor. Ik vond het wel grappig. Ja, toch? Uh. En weken later was ik ook aan het suipen. In die tijd, ik heb heel veel gesopen. En was ik ook aan het suipen. Uh, was ik ergens anders. was ik op de korenmarkt. En er was een feestje gaande. Iemand, zijn dochter, die had een nieuwe baan gekregen ofzo. En die pa die blies in de bus. En er, er kwam een fles Italiaanse bubbeltjes wijn. Prosecco ofzo. Meerdere flessen Prosecco kwamen er op tafel. In van die ijsemmers en zo. En die man die vroeg aan mij: Wil je ook een glaasje? Nou ja, ik zei geen nee natuurlijk. Ze maken een praatje en. Uh... En ik zei toch iets tegen die man. Want ik had net daarvoor dus die andere kerel ontmoet. Die dus zijn uh, overhemd een beetje omhoog deed. En ik zag dus die riemdingers. Uh, van de vrijmetselaars. Ik zei, ja, je, je komt van alles tegen hier op het terras, hoor. Helaas ja, zat ik uh, bij het schietcafé uh, en daar zat een vrijmetselaar. En die man tegen mij. Oh, nou, ik geloof dat ik weet wie jij bedoelt. Nou, dat mag die man helemaal niet doen. Want hij hoort het geheim te houden. En zo de zoveelste keer tot we dit horen. <laughs> Ja. ja en ik van ja, bij die man op het, uh, bij het streetcafé, die mag dus niet uh, zijn overhemd omhoog doen en op die manier aan mij laten zien dat hij met is. Omdat ze dan een geheimhoudingsplicht hebben. Oké, okay, maar dan moet die man op de korenmarkt, die moet ook zijn snuiter houden. Want doordat wat hij tegen mij zei, kan ik opmaken dat die man op de korenmarkt. Die, die Emma's had betaald met die flessen Prosecco erin. Dat die dan ook van de club is. Kijk eens. Nou, ja, zo stort het hele kaartenhuis in elkaar, dacht ik. Of niet? Nou dan. Ja, het is maar wat. En dan terug naar het schietcafé. Weer maanden later. Kom ik die vent weer tegen. Een beetje te kletsen. En die vertelt mij uh, dat hij in het zakenleven was die iemand tegengekomen. En het ging puur over zaken. Hè? En ze waren wat aan het drinken of zoiets. En die, op een of andere manier was dan duidelijk geworden dat ze allebei van de vrijmetselarij waren. En toen maakte die man maakte hem duidelijk van uh, ja, we zijn allebei van de vrijmetselarij, dus uh, laten we dan maar zaken doen met elkaar, want we zijn allebei van de vrijmetselarij. Waarop dus uh, mijn makkertje van een schietcafé tegen mij zegt, van nou, ik heb die man afgepoeierd en gezegd van, dit hoort niet. Want ergens, dat hebben ze dan ook opgeschreven in de statuten, staat dan dat het niet de bedoeling is dat je de vrijmetselarij gebruikt voor zakelijke doeleinden. Hoe zeg niet? ik heb met die mond geen zaken gedaan hoor. Want uh, zo zijn we niet getrouwd bij de vrijmetselerij. Ja, het ja, misschien wel teleurstellend in die zin dat je, je hebt al die verhalen gehoord van je ja, aande de vrijmetselaars. En, en die hebben alles op hun geweten. En ik denk dat het gaat om een, ja, een onschuldige club. Die toneelstukjes doen. En dan geloof ik wel dat in die bovenste regionen, waar als je echt heel machtig bent. En in je, in je sociale leven dan heb je heel veel te vertellen en alles. En je hebt veel poen. En, en dan heb je die verschillende graden. Je hebt die, die eerste drie graden, die zijn voor het klootjesvolk. En dan krijg je de volgende graden. En dan ga je steeds hoger en hoger en hoger. Nee, ja, ik geloof heus dat je dan, als je maar hoog genoeg komt, dat je in contact komt met hele duistere figuren. Die zich dan ook bemoeien met de vrijmetselarij. Maar daar heb je het dan verder mee gehad. Ik denk niet dat als je de vrijmetselarij zou verbieden, dat dan uh, het helemaal in één keer goed gaat met deze wereld. Echt niet. En qua dogma, wat ze hebben, is dat ze, ze gaan ervan uit dat het universum een schepper heeft, of een scheppend principe. Nou, daar hebben ze een, een punt, He, dat klopt. Maar ze hebben ook een tak waarbij je dat niet eens hoeft te beamen. Dus een soort atheïstische tak, die hebben ze ook nog. Ja. En ze hebben tegenwoordig ook uh, clubs voor dames. En dan mogen de dames mogen leuke dingen gaan doen. Er was ook hier in Arnhem iemand die erover vertelde. Wat die avond. En die noemde zichzelf de weefsters. Dus je hebt hier vrij metselaars die dan heel vrij aan het metselen zijn. Wat dan een mannenberoep is. En dan heb je de weefsters en die weven dan. Ja, zo. wat. Die bibliotheek die daar stond bij die open avond. Heb ik even naar die boeken gekeken. Wat, nou, wat voor boekjes hebben ze dan hier te leen? Nou, dan zal het misschien zo zijn dat die boeken die daar dan stonden op de open avond. dat dat niet de hot boeken zijn. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ze waren ook echt niet hot. Dat kan ik zien in de titels. Dat ik denk, oké, okay, dat boek hoef ik niet te lezen. Dat boek hoef ik niet te lezen. Dat boek interesseert me helemaal niks. Dus voor de boeken zou ik het niet doen, eigenlijk. Oh ja, en wat ik ook nog weet van de vrijmetselaars. is dat ik op een dag raakte ik in gesprek met een jongen. Die is van buitenlandse afkomst. Ik dacht Turks. Die heb ik ook in het schietcafé ontmoet. Tegenwoordig is hij getrouwd en heeft een kind. En, en die vertelde dat hij op een dag in contact was gekomen met een oudere man. En die had hem uitgenodigd bij hem thuis, hè, bij die oudere man thuis. En die man die woonde in zo'n rijke luishuis uh, in de buurt van het Sonsbeekpark. Maar je ja, weet, als je Arnhem een beetje kent, naast het grote stadspark heb je ten westen ervan een buurt met hele grote huizen. En ergens in een van die huizen woonde die rijke man. En die had dan die jongen aan de schietcafé, die Turk, uitgenodigd voor een gesprekje. En dat ging dan over uh, vrijmetselarij, of die jongen ja, lid zou willen worden. En het lidmaatschap was meer dan 300 euro in de maand. Waarop die jongen zei: van ja, dat heb ik niet. Waarop die oudere man zei: van ja, dat is op zich niet erg. Dan kan je een beurs krijgen. Of dan, uh, ja, dan, dan verzinnen we wel wat. Hè? En dan mag je een tijdje, dat weet ik veel, dan krijg je studentenkorting of zo. Ja, die jongen uit het streetcafé heeft er verder niks mee gedaan. Hij vond het maar een raar gedoe. En eerlijk gezegd, ik vind het ook maar een raar gedoe. Als je het hebt over je spirituele bewustzijn, dan zou ik zeggen, ja, leef bewust. Kijk goed om je heen. Je moet dus weten wat zich allemaal afspeelt onder je neus, man. En met allemaal mannen te samenkomen en dan een toneelstuk gaan opvoeren. Wat dan geschreven staat in een oud boek. En dat noem je een rituaal. Dat boek dan niet, maar wat je doet, dat noem je een rituaal. En er staat een heel oud boek. En heb je dat gedaan? En, en dat je van die afspraken hebt. Met de, nou als je zo'n zo rituaal heen komt, dan ben je zoveelste graads. En... Ik denk, ja. Ik, bedoel, ik zie geen reden om het te verbieden. Uh, nee. Maar ik zie ook geen reden om er reclame voor te maken. Ik zou niet weten waarom. En je spirituele, wat je in principe kan halen uit je dagelijkse leven... Dat kan je ook halen uit de Bijbel, dat kan je. Ja. En liever nog uit de Bijbel, wat mij betreft. Dat hebben we allemaal hetzelfde boek dat is wel zo handig. En om nou bij zo'n moderne beweging te gaan, die hoogstwaarschijnlijk is gesticht in zijn totaliteit dus door de Katholieke kerk. In de tijd van de contra-reformatie. Het ging om het onderdrukken van het protestantisme. En dat deden ze dan direct frontaal vanuit de katholieke kerk en dat deden ze dan subversief vanuit de vrijmetselaarij. Het ging om het ondermijnen van het protestantisme. Het protest. Het protest wat er was tegen de universele kerk. Dat vond de universele kerk natuurlijk niet leuk. Dat snap je denk ik wel. Dus Vandaar die vrijmetselarijbeweging. En dat is niet uh, met zoveel dingen bewezen. Wel is het zo dat Adam Wijshaupt, daar staat het van vast, dat hij van de, van de Katholieke Club was. En zo zijn er nog meer verbanden tussen beroemde vrijmetselaars of vrijmetselaarsbewegingen, die banden hebben met de Katholieke Kerk. Maar ook met jongens van de. Um, van het Mohammedanisme. Die vez, dat rare petje, zo'n Arabische hoedje. Die lui hebben een bepaalde naam ook nog. En dat vormt ook een hoog uh, qua aantal graden, hè, een hele hoge groep binnen de vrijmetselaars. Ik heb die naam ook nog geweten, maar die wil me nou even niet te binnen schieten. En uit het feit dat destijds in 2006 of zo, dat is ook alweer meer dan tien jaar geleden. dat ze toen een open dag hielden en dat er een advertentie in de krant stond. en dat ze zelfs iemand van zoals ik vroegen om lid te worden. ja, dat doet mij een beetje denken dat de ledenaantallen van die club aan het dalen zijn. Hoor. Door de vrijmetselarij, die had hier in Arnhem, bij het Centraal Station. En dat gebouw, dat staat er nog. Maar dat is al lang niet meer van hun. En een goede vriend van mij, die heeft daar nog gewoond. Die heeft een kamer, of twee, twee kamers of zo had hij daar. Ze hadden er appartementjes van gemaakt voor studenten en zo. En wat er inmiddels met het pand uh, gebeurd is, weet ik niet. Die vriend van mij is tragisch om het leven gekomen. Die heeft de hand aan zichzelf geslagen. Maar dat had niks te maken met die vrijmetselerij. <laughs> maar dat gebouw was van de vrijmetselaars en dat hebben ze dus van de hand gedaan. En daar is een projectontwikkelaar ingestapt en, en die heeft er dan kamerverhuur van gemaakt... En, maar dat was ooit een plek waar die dure jongens bij elkaar kwamen... om die ritualen te gaan doen. Maar die tijd is dus voorbij. En waar ik geweest ben, die tempel daar in Velp. Maar ja, dat is een gebouwtje. Ja, daar word je niet echt... Uh, dat, is niet... Hè, dat, dat gebouw daar bij het Centraal Station... dat is echt een loeres van een ding. Centraal Station van Arnhem dus, hè? Een loeres van een ding met ook van die pilaren... als ik me goed herinner... En daarbinnen was het ook uh, wel mooi hoor, met marmer en zo. Nou, ik moet erbij zeggen, het is heel lang geleden dat ik daar een keer op bezoek was bij Rolf. Hij woonde helemaal onderin. Ja, en meer weet ik eigenlijk niet van die club. Ja, wat ik weet is dat het belangrijk is om weerstand te bieden aan het, uh, het antichristelijke gedachtegoed: aan het katholieke universele kerkenachtige gedachtegoed. En daar moet weerstand aan geboden worden. Maar dat doe je voornamelijk door uh, je eigen Bijbel uh, aan te schaffen en die te begrijpen en je daaraan te houden en geen overspel plegen uh, en niet zomaar seks hebben en denken aan het stichten van gezinnen en uh, goed voor je kinderen zorgen. En je kind, hoe uh, heet dat ook alweer? Thuisonderwijs geven. Dus er, er niet van uitgaan dat het op school wel van alles geleerd krijgt. en dat je thuis niks hoeft te doen. Maar je moet ze van huis uit scholing meegeven. Dat is erg belangrijk. En dat is de manier om er wat aan te doen. En die leugenaars erbovenin. ja, joh. Ja, de hele politiek en alles, het zit best eens vol met die vrijmetselaars hoor. Eus. Maar je moet toch wat? Ja. En mensen willen ergens bij horen en nou, dan kiezen ze daarvoor. Ik ken ook iemand en die, die was lid van de Rozenkruisers ooit. En die zei tegen mij van nou. Ik kreeg in het begin uh, te horen van ja, yeah, en dit zijn dan de, de geheime waarheden die we je vertellen op dit niveau. En als jij dan verder bent, dan krijg je de geheime, geheime waarheden. En als je die dan uh, hebt leren kennen en je bent er nog steeds bij, dan krijg je de geheime, geheime, geheime waarheden. Nou, zei hij, ik heb op een dag tegen die mannen gezegd van nou, uh, je gaat me nou vertellen wat de geheime tot de macht tien waarheid is. En niet weer van die lulkoek waarvan ik later het horen krijg van ja, dit was niet helemaal de, de geheime, 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 geheime waarheid. Maar er is nog een geheimere waarheid en dat is deze. En dan is het echt helemaal, hoor. Om vervolgens daar een tijdje weer te horen te krijgen dat er een nog geheimere waarheid is. Met andere woorden, die vent is zaggerijndig geworden en die is ermee gekapt. Weggegaan bij de Rozenkruisers. Die was er behoorlijk zaggerijndig over. Dat hij zei: van Ja, ik heb jarenlang energie in die lui gestoken. in de verwachting dat ik van alles te horen zou gaan krijgen. over de geheimen, 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 geheimen. Geheime. En dat was een wassen neus. Dat was helemaal niks. Ja, op die manier beschouwd is het eigenlijk een hele naïeve, kinderachtige organisatie. Als je de, de Rozenkruisers dan gelijk schakelt met de vrijmetselarij, wat. Ja, wat je wel mag, denk ik, doen hoor. Maar goed, als jij van plan bent, terwijl je hier naar nou luistert, van nou, ik zou er toch eens een keer meer van willen weten en ik zou een keer bij zo'n open dag willen zijn. En misschien ga ik wel toch wel lid worden, ja, dat moet je lekker doen. Waarom niet? Waarom niet? Maar stelt het wat voor, zit er een kern in? Nou, ja, niet meer dan in de Bijbel zit. Terwijl de Bijbel dan als voordeel heeft dat het lekker te begrijpen is, lekker toegankelijk, uh, iedereen kan er eentje kopen en... en er wordt voldoende uitleg gegeven op internet wat er nou precies bedoeld wordt met de verschillende boeken. Het is allemaal wat relaxter. En was het maar zo dat er dus zoiets was als een geheime organisatie waarvan je dan weet wie er allemaal in zitten. Wat is helemaal niet kan. Maar, en uh, en ja, als je die dan oprolt, dan, uh, dan breekt de Walhalla aan. Nee, dat is niet hoe het zal gaan. De toekomst staat eigenlijk al vast op een bepaalde manier. Namelijk, het wordt één ongelofelijke bende. En dan komt er een wereldoorlog. En dan niet zo'n zo wereldoorlogje. zoals we het tot nu toe gehad hebben. met een beetje ruzie in Frankrijk en Duitsland. Nee, dan gaan we echt knallen. En dan komt Christus terug. Nou, dat gaat nog een hele tijd duren. En tot die tijd. Heb jij als mens hetzelfde te doen als dat je altijd te doen had? En dat is jezelf te gedragen. En daar heb je niet een club voor nodig, uh, waarbij mensen met een schortje voor hun penis lopen en een beetje geheime handdrukjes doen. En... Nee, joh. Het heeft geen waarde. Het heeft niet meer waarde dan een leuk samen zijn. Dat, uh... Maar ja, dan kan je ook lid worden van de biljartvereniging. Toch? Zelfs <laughs> ja, ik het zie hoor. Ja, maar uh, wat nou als ze we er wel achter zitten? Nou, wat ik net al zei. De mensen die er achter zitten, die vormen die katholieke kerk. Ze zijn van het satanisme. Echt heel erg... Uh, en ja, die hebben ook zich, ja, die hebben alles geïnfiltreerd wat maar enigszins was. In het geval van die vrijmetselarij hebben ze het zelf gesticht. Maar er zijn ook allerlei, allerlei loges van onderen af begonnen, nieuw gesticht. En, en ook die zijn allemaal geïnfiltreerd. Als er maar ergens een hoop belangrijke mensen bij elkaar komen. die wat te vertellen hebben in deze maatschappij. dan krijgen ze op een dag bezoek. En natuurlijk. Ja, iemand als Donald Trump, die, die was al heel machtig voordat hij president werd. Die had al bezoek gehad. En nou is Donald Trump president en dan mag hij precies doen wat de grote club goed vindt. Zo zit het in elkaar en dat is hier in Nederland ook zo geregeld. Willem-Alexander gaat heel braaf, eens in de zoveel tijd, samen met zijn vrouw Maxima en zijn drie koters, gaat hij naar Vaticaanstad. En daar krijgt hij dan te horen wat hij goed heeft gedaan en... Uh... Waar de verbeterpuntjes zitten. Ja. Willem-Alexander heeft niks te vertellen, maar ja, Als Willem-Alexander een beetje raar gaat doen, dan wordt hij uh, John F. Kennedy. John F. Kennedy was iemand die. Die is bij de gratie van die katholieke club is die president geworden. En ze gingen ervan uit dat John F. Kennedy precies zou doen. Want John F. Kennedy komt uit een katholieke familie, kwam uit een katholieke familie. Hij zou precies doen wat de katholieke kerk wilde. Nou, dat bleek dan niet zo te zijn. Nou ja, dan wordt hij baf. Pief baf poef. Tuurlijk joh. Heilig weg. Zo gaan die dingen, snap je? En hou die grote jongens in de gaten. En ze spelen het hoor. De, die, die, wat je dus nu veel hebt over de Illuminati, hebben het gedaan. Dat zijn vaak best dure films. En probeer er zelf maar eentje te maken van die kwaliteit met die muziek eronder en alles. En dat wordt aangestuurd van bovenaf. Zo. Dan wordt er gedaan alsof er dus een geheime club is. En die heet de Illuminati en die hebben alles gedaan. Ja. Maar waar wonen ze dan? Ja, dat weet jij niet. Maar die vrijmetselarijen, loges hier in Arnhem. Nee, die mensen hebben er niks mee te maken. Dat is mijn oordeel. En qua idee, qua, met die ritualen en zo, ja, het zijn, zijn toneelstukjes waar je behoorlijk van onder de indruk kan raken. En dat ontgroenings, ontgroeningsidee, dat is er, dat, dat weet ik, dat heb ik uit meerdere hoeken gehoord. Dus als je bij de vermetselerij komt en dan wordt er tegen je gezegd: van, oh, en waar ben je dan goed in? En als je zegt, nou, dit en dat is dus, en zo en zo. En dan word je helemaal in eerste instantie de hemel in geprezen. En dan wordt jou een grote toekomst voorspeld. En, en dan willen ze graag een lezing horen van jouw kant. En schrijf eens wat op. En, uh, ja, en dan ga, je helemaal, uh, ga jij jezelf de bink voelen. En dan komt het moment supreme. En dan sta je op de kansel. En dan hou je je verhaal. En dan uh, word je me toch afgezeken, joh. Dan word je helemaal met de grond gelijk gemaakt. Wordt je ego gebroken? Dat soort dingen doen ze met elkaar. Nee, het is niets voor een gezond mens. Ik Zou het niet doen. Op die open avond. Oh ja, open avond was het. En dan was er ook een vrouw van een vrijmetselaar. Die was er dan bij en die hield ook een verhaaltje. Van waarom zou je nu lid worden van de vrijmetselarij? Nou, dat had zij een verhaal. dat ze waren op vakantie in Oostenrijk. en toen waren ze gestrand in Wenen. En dat nou, was iets moeilijks met het krijgen van een hotel. zo. Maar via de vrijmetselarij werd er even een telefoonnummer opgehoest door iemand. en dan bleek er in de, de Huppeltjepub Gasse, de Wienergassen of zo. Uh, daar woonde een vrijmetselaar. Toen hebben ze daar de nacht doorgebracht. En dat was een hele aardige man. Nou, jij en ik denken dan gelijk: van nou, uh, wat maakt dat nou uit? Je had heus wel een slaapplaats gevonden, hoor, in Wenen. Heus. En anders slaap je maar een keer in je auto. Of je neemt een nachttrein naar huis. Daar ga je toch niet lid van worden voor 330 euro in de maand. Er zijn er wel betere manieren om je geld kwijt te raken. Zo. Nou, ik vond het wel een hele. Ik moet nog even graven of ik nou iets heb overgeslagen, maar ik denk het echt niet. Ze willen mij niet hebben als lid. Nou, ik kan me wel voorstellen waarom. In eerste instantie dan wel, maar toen ik mij kritisch opstelde, dachten ze van, nou, laat me zitten. Want op die e-mail heb ik nooit meer wat gehoord. Nou ja, of hun e-mail wordt niet uitgelezen, nou, dan wil ik al geen lid meer worden van ze. Of het wordt wel uitgelezen en ze dachten van, nou, op uh, deze manier uh, wordt iemand geen lid. Nou, dan wil ik ook geen lid worden. <laughs> En heel officieel, net als een vrijmetselaar, zeg ik op zijn hamburgers: Tjus en dag liefheids.